als ik de kaarten zie met de Belgen, met de toekomst van de Belgen, dan vind ik het feitelijk de vertrouwenskaart erop. Ja, het is ook vol. Ik denk dat we een fantastische match gaan leveren. Morgen wordt in ons landje de lang verwachte aftrap gegeven van het Europees voetbalkampioenschap. Onze Rode Duivels nemen het in de openingsmatch op tegen Zweden. Omdat wij u niet langer in spanning op de afloop van deze wedstrijd willen laten wachten, verklappen wij u vandaag de uitslag al. We trokken naar het Koning Boudewijnstadion en vroegen het aan twee mensen die het kunnen weten. Kaartlegster Emmy Kelders en voetbalbrein Paul van Imst. En dan krijg ik hier de kaarten te zien van de stress. In de loop van de match zie ik in die eerste match al zeker zijn vast een kleine achterstand. Dus zou het kunnen dat er... Ja, dat ze achterkomen. Achterkomen. Dus, maar het vertrouwen blijft. Toch zit een angst er nog in. En hier krijg ik een positieve kaart. Zij komen eruit als erboren ze. Dus goed, voor de eerste match zie ik het er zich niet. Direct een overwinning van ik weet niet hoeveel, maar een nipte overwinning zit er wel in. Een 2-1. Wel, ik denk dat de Belgen gaan winnen tegen Zweden. Als ze een doelpunt krijgen, moeten ze natuurlijk 2 maken. Hè. En dat zou het eindresultaat kunnen zijn, ja, 2-1. Ik denk niet veel meer. Moesten ze voorkomen, zouden ze er meer kunnen maken tegen Zweden. Maar als ze achter komen, is het een moeilijke wedstrijd tot op plaats. Als ik hier verder naar de toekomst kijk, dan zie ik, zij geraken in die eerste matchen erdoor. Is het niet, maar het, ze zijn daar. Ik moet wel zeggen, als zij, zo gauw dat zij aan de halve finale komen, dat het dan net is of ze krijgen meer angst, ze worden meer gestresseerd. De twijfels worden daarvan. Kunnen we dat nog verwezenlijken? En dan zijn dat die zessen. En die zessen zijn altijd zoiets van, hey, een stilstand. Ja, dan moeten ze voort kunnen. Hè. En dan krijg ik hier naar de slechte kant. Want schoppenkaarten zijn gewoonlijk slechte kaarten. Ja. Dus dan zou het wel bergaf kunnen gaan. De eerste ronde zal natuurlijk, want eigenlijk is het niet zo gemakkelijk, maar die gaan ze doorgaan. En dan, dan kan België, ja, denk ik, toch in de halve finale geraken. En wat we natuurlijk nog wilden weten is wie de held van de natie wordt. Stroepaar, Nilis of een Penza? Bij mij liggen de hoogste triomfkaarten liggen bij Luc Nilis. Dus toch volgens mijn kaarten hier gaat hij zich zeker zijn vast bewijzen. Maar is ja, natuurlijk. Hè. Maar ja, ik denk dat Luc Nilis een klasse speler is. Moet het niet meer bewijzen, feitelijk. Maar ja, ergens... Ja. Ergens in sport moet het altijd bewijzen. Bij hem vallen ze zomaar in zijn schoot. Dus hij krijgt het. Hij gaat er ook gebruik van maken. Ik denk dat Mpenza een man is van goud met zijn kwaliteit en zijn snelheid. Als hij de man kunnen worden, ik denk dat hij veel zal pijn doen. Conclusie, voor de wedstrijd van morgen zie ik een overwinning van de Belgen met 2-1. Voor morgen volgens de kaarten zie ik zeker en vast een overwinning voorbij. Anders kunnen lopen, want weten we nog, herinnert u zich nog, het begin van de wedstrijd was bijzonder penibel voor de Rode Duivels. Niet vergeten. Ja, iedereen doet mee. België wil Euro 2000 een feest maken. En dat begint hier al in het stadion. Straks ook buiten het stadion ongetwijfeld. En als we blijven winnen, waarom niet? Kwartfinales halen en dan is alles mogelijk. Dat hebben we 100 keren gelezen, maar het is ook zo. De statistieken, 2-1, dat is het enige dat telt, dat is de bovenste lijn. De hoekschoppen gelukkig niet. En dadelijk het flash interview. De winnaar krijgt normalerwijze de voorkeur, wordt eerst geïnterviewd. Met Stalens en de beelden. Hier dat beeld van meteen na de partij.
Hij moet getroost worden en de opluchting is groot. Branko Stroeper, nog eens vertellen, het tweede doelpunt mogen we voor 40-50% op zijn naam schrijven. Maar het heeft veel zweet en energie gekost. Bert Verheijen, die nog even wou meekomen doen, weet u nog. De Zweden die doen niet mee. Volgende wedstrijd, woensdag hier op hetzelfde uur in het Koning Boudewijn Stadion tegen de Azzurri. En dan kunnen we dat misschien iets rustiger aandoen al, want de schrik vandaag zat er toch wel in. Italië, een bijzonder groot voetballand. Als ze dat kunnen afhouden, ze zitten niet in hun beste periode, dat is ook duidelijk. Ze zijn eigenlijk niet echt favoriet om door te gaan. Maar ja, ze hebben ervaring en ze hebben toch een paar grote spelers hoor. Blijft u ook dadelijk nog kijken naar het programma van op het dak van Kinepolis. Hier net naast het stadion. De drietand in plastic. En nog eens een ontgoocheling bij die Melby. En de eretribune met veel notabelen. Hoogwaardigheidsbekleders. De koningin van Nederland naast de koning van België. En daar rechts ook nog Lennart Johansen.